En dat is best wel lastig. Dat zorgt ervoor dat creatieve mensen, dat zorgt ervoor dat mensen die een bepaalde energie hebben, of mensen die iets vernieuwds willen brengen, eigenlijk gestagneerd worden in de ontwikkeling. En dat komen wij best wel vaak tegen als reclamebureau zijnde. En na een aantal van die verhalen aangehoord te hebben, dachten we van, ja, hier moeten we wat mee doen. We moeten wat gaan bedenken. Waardoor we eigenlijk in plaats van een nee, die ze vaak te horen hebben gekregen, het na een jaar kunnen omvormen. En we zijn nog gaan kijken wat vaak de oorzaak van de nee was. En wat blijkt? Het was niet de andere ondernemers die een goed idee hadden. Het waren ook niet de andere ondernemers die graag mee wilden doen. Het was vaak de bank. Die zei van, nee, sorry, ik krijg geen geld, gaan we niet mee. Schrijf nog maar een plan. En dat gebeurde nog een keer. En weer was het gewoon een nee. Waardoor plannen stagneren en stopten. En toen ben ik gewoon heel logisch gaan nadenken van, oké. Maar als dat de hele tijd het geval is, dan zou ik bijvoorbeeld wel om kunnen draaien. En dan zeggen we gewoon tegen de bank van, jullie doen gewoon niet mee. Doen we het met alle ondernemers wel, alleen met jou dus niet. En dat is eigenlijk het basisidee van Steenstop geworden. Het idee waarin je gewoon dingen wel mogelijk maakt met de mensen en de partijen die het wel willen. En niet met de mensen die het niet willen. En dat heb ik ook wel vaak teruggehoord van, ja, maar wat is dat dan precies, dat hele Steenstop verhaal? Want er moet ook wel geld worden verdiend. Het klopt ook. Het is zo dat uiteindelijk het principe van Steenstop uitgestelde omzet is. Het begint allemaal met vertrouwen. Het begint allemaal met iemand te vertrouwen en dan iets te geven waardoor je het mogelijk kan maken. Dus de basis is het principe van Steenstop, uitgestelde omzet. Eerst beginnen, eerst wat geven, eerst vertrouwen schenken en dan komt het vanzelf naar je terug. Dit verhaal heb ik vorige week ook uitgelegd, toevallig aan Henk Siefmacher. En hij zei, joh, het is veel te moeilijk verhaal, volgens mij is het allemaal wel simpeler. Het is gewoon het principe wat we al lang kennen, het is geloof, hoop, liefde. Geloof dat je met mensen, met ondernemers, samen dingen kan realiseren. Hoop bieden aan degene die het anders niet kan doen. En liefde voor uiteindelijk ook de mensen om je heen. Soms moet je ook gewoon even wat geven, voordat dingen ook naar je terugkomen. Soms moet je misschien ook alleen maar even wat geven, waardoor iemand aan de slag kan gaan. En daarnaast is het zo dat er ook nog een stukje geluk bij nodig is. En dan wil ik jou even vragen of je misschien mijn zwarte rugzak even wil pakken. Momentje. Het laatste, daar had Henk niet aan gedacht. En daar hebben wij dus eigenlijk wel voor gezorgd. Want geloof, hoop en de liefde hadden we al. En een stukje geluk, dat hebben we ook nog even voor Jason meegenomen. Dus Jason, deze is ook nog voor jou. Dit verhaal niet alleen gedaan is door mij of wat dan ook. Het is gedaan door een aantal ondernemers, is gedaan door een aantal instellingen, het is gedaan door de gemeente. Ik wil een aantal mensen even naar voren hebben die dit met ons mogelijk hebben gemaakt. Als eerste de mensen van Visual Movement. Jullie graag even naar voren. Als tweede wil ik oproepen Robin Energie. Ja, die is er ook al. De derde, de mensen van Billfinger, zijn die wel? Jammer, ze geven wel een heel plan, maar ze zijn er niet. Taverne Meun Accountants. Zijn ook in het huis. Korn Media, de mensen van die de website hebben gemaakt. Die trouwens ook vandaag is geopend, dus Jason heeft nog één maar twee vestigingen. Eén hier en één online. Rijke Reclame. Zijn die mensen aanwezig? Komen ze nog? Sylvie Unk. Wammelo. Winkelstad Veenendaal. En Maar. De gemeente. Dat is een naam. Dat is ook een ditmaal in huis. Ja. Economische zaak. De mensen van huis niet te zeggen. Voor lastvlak, 13 maart, ze konden er niet zijn. We hadden geen tijd om hier naartoe te komen. Je moest spuiten en een biertje drinken, zeiden ze net. En als laatste wil ik de mensen van de beeldstorming horen. De mensen van mijn eigen bureau. Kijk, dit zijn de mensen met wie we eigenlijk allemaal Steenstop hebben gemaakt. Ik wil graag een applaus voor de
iets over zeggen. Ja. Nou, ik heb eigenlijk al een paar jaar een hele grote wens. En dat is eigenlijk dat in het verleden is het in Veenendaal, hebben er drie brouwerijen bestaan. Drie brouwerijen die allemaal hun eigen bier hebben gemaakt. Die mensen aan elkaar hebben verbonden, die vreugde hebben gebracht. En eigenlijk is het volgende idee, als ik hier zo de deur van dit project dicht trek, om meteen de volgende open te trekken. En dat is het starten van de brouwerij, een nieuwe stadsbrouwerij in Veenendaal die terugkomt. Die werkgelegenheid biedt, vreugde gaat brengen en die op alle manieren plezier gaat brengen. Dan ga ik het volgende houden komen. Maar ik denk dat we daar dan nog een beetje verder gaan. Oké, doen we dat zo meteen verder. Ik kan de helft van mijn verhaal wegsturen, de andere helft. Graag gedaan. Het was van zonde dat André en Jason bij mij terechtkwamen en nog wel die andere partijen. En zeiden van, wij willen iets bijzonders in de binnenstad doen. En toen zei ik, wat gaan we doen dan? We gaan een winkel beginnen. Iets harder. En toen zei Jason, die niks had in geld. En banken doen niks, dus wantrouwen, niemand wil wat in elkaar over hebben. En toen dachten we, nou, we gaan een springpakwinkel beginnen. Dus dat dacht André. En André zei, Jason, we gaan jou helpen. Nou, uiteindelijk kom ik dan bij elkaar en dan ga je denken, wat ga je dan doen? Waarom kan Jason dit starten? Nou, omdat hij... hij is mooi geholpen, want hij kan tot eind van het jaar geen huur te betalen. Hij hoeft geen energierekening te betalen, want die ziet hij helemaal niet. Hij krijgt ondersteuning in promotie en drukwerk. Hij ondersteunt voor de zekeraar en het account ondersteunen. De leveranciers die hier spullen neerzetten ondersteunen. Kortom, alle partijen die dat doen, die hebben dat gedaan en we hebben net een groot applaus voor gekregen. Dus dat hoef ik niet meer te doen. Ik hoorde je ook zeggen, ja, dan kan ik het ook. Nou ja, dat zullen we zien, want het is wel makkelijk om alles te krijgen en alles te mogen, maar je moet het wel waarmaken. En dat is de opdracht aan Jason. We gaan hem geloof in de gaten houden, we gaan hem vergrootglas op omzetten. We gaan hem elke week bespreken van, lukt het, omzetcijfers zien. Gewoon dat Jason hulp nodig heeft en dat vinden we niet erg, want we willen Jason tot succes maken. Als het hen nou lukt, dan lukt het ook bij een ander. En het leuke voor de binnenstad Veenendaal is, we trekken de aandacht, vanmorgen is RTV Utrecht geweest, vanavond op tv. En we gaan ook weer een leegstand plukje vullen. Hè? Als dit plukje gevuld is, gaan we naar een volgende plek. En zo schuiven we steeds door en kan Jason zijn springplakwinkel klaarmaken. Het conceptje wat André had is de brouwerij. Ik ben zelf oud horecaondernemer en mijn wens was altijd een biertje van Veenendaal. André kwam ook tegen, we kwamen Robbersdaal tegen van de brouwerij of van de Robberspunt. Had ook een droom, nou die droom gaat nu bij elkaar komen. We hebben al een locatie, als de gemeente meewerkt. We hebben allerlei dingen over elkaar. Eind van het jaar hopen we daar toch wel weer op te kunnen zetten. En ik denk dat we dan weer een mooi conceptstoortje hebben, maar dan in de vorm van bier. Ik wil iedereen bedanken die gekomen is. Ik vind het fantastisch jullie er zijn. En tot ziens weer, de binnenstad van Veenendaal is altijd verrassend. Dank voor jullie. En Jason, jij hebt ontzettend veel gesprekken. Dankjewel Peter. Ik ben wel benieuwd hoeveel winkels wij komend jaar op deze manier gaan vullen. Ik hoop een paar. Nou, een paar, drie, vier, zou mooi zijn. En nu is het woord aan Jason. Die mag alles vertellen over zijn winkel, hoe Concept Store. Mensen, bedankt dat jullie er zijn. Ik hoef eigenlijk niet meer zoveel te vertellen, want André en Peter die hebben al heel veel verteld. Welkom bij Woepoe, eerste concept store, mede mogelijk gemaakt door de Springplankwinkel. Ja, ik heb eigenlijk niets te behoorden. Ik heb ook niks voorbereid. Ik vind het gewoon heel tof dat jullie er allemaal zijn. Ook alle leveranciers, tof dat jullie er zijn. Bedankt dat jullie mij hebben meegeholpen om mijn winkel te creëren zoals ik het in mijn hoofd had. Dank daarvoor. Het is een hele leuke, gezellige, knusse conceptstore geworden met eigenlijk bijna alleen Nederlandse merken. En daarom wil ik op deze manier gewoon onderscheiden van de rest van alle winkels. En dat is het. Ik ben geen man geworden, ik ben eigenlijk meer man van daden. Ik wil gewoon doen. Ik vind het leuk dat jullie er zijn. En top!
Na deze mooie woorden gaan we over tot de openingshandeling. En daarna is de steensoep, er is ook een steensoep open, die gaan we dan nuttigen. Maar eerst gaan we... 4, 3, 2, 1, poep!